Het gezin Jagannath, dat in maart haar woning verloor door brand, heeft gisteren een nieuw huis gehad. De woning is een donatie van de ondernemer Sarvan Punai, directeur-eigenaar van P&D Group of Companies. De bouw van de nieuwe woning heeft 6 weken geduurd. Districtscommissaris van Wanica Zuid, Audrey Hankers, minister Roline Samsudin van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer en vicepresident Ashwin Nadin waren aanwezig bij de oplevering van het huis. Adin uitte zijn dankbaarheid aan de ondernemer. Dat de regering dat ziet van oké, het moet niet de regering zijn dat initiatieven neemt om subsidie weg te halen, lonen te geven, verbied. Het is het volk dat bewust moet worden. Maar daarbij is het bedrijfsleven ook belangrijk. Dat P&D-contractors, de heer Punai met zijn team, deel wil zijn van een ontwikkeling, een bewustwordingstraject dat we hebben ingezet. Ga af van het gesubsidieerd leven, geef mensen vrijheid, geef mensen de mogelijkheid om controle te krijgen over hun leven. Dat ze zeggen, maar wij als private sector kunnen niet achterblijven. Dat is ook bijzonder voor vandaag. Vice-president Ashwin Adin gisteren bij de oplevering van de nieuwe woning voor de familie Jagannath.